20 april 2011. Ik heet u van alle van harte welkom. De regering, de vicepresident, de ministers en de leden, gasten en bezoekers. Ik stel aan de orde agenda punt 3. De algemene politieke beschouwingen met daarin de bespreking van het op vrijdag 1 oktober 2010 gepresenteerde regeringsprogramma. Voor we beginnen met het agendapunt deel ik u mede dat uitlandig is. Zijn de leden Panka, Kandahai en Santokki. Verhindert het lid Chitan, ziek het lid Chinatsoi en verhindert wegens sterfgeval het lid Zeeman. Ik heb begrepen. Lid permissie wil een punt van orde. Wordt het ondersteund? Dan mag lid permissie het woord. Voorzitter, bedankt. Even opstaan. Ja, ik verga dat we de openbare vergadering zijn. Voorzitter, naar aanleiding van de mededeling mag ik u berichten dat het lid Finici met spoed naar het academisch ziekenhuis is. Oogarts. En mogelijk, als hij gauw behandeld is, dat hij naar de vergadering komt. Alsjeblieft, voorzitter. Ja, dank u wel. Dan heb ik begrepen dat de president zich in het gebouw bevindt. Ik wil de griffier vragen de president binnen te geleiden. President, ik heet u welkom in de vergadering van de Nationale Assemblée. En ik had net aan de orde gesteld, agenda punt 3, de algemene politieke beschouwingen met daarin de bespreking van het op vrijdag 1 oktober 2010 gepresenteerde regeringsprogramma. Aan de orde is de tweede ronde voor de regering. En mag ik dan vragen aan de president? U was in eerste ronde aan het woord. Ik neem aan dat u nu het woord gaat voeren, president. Dan heeft de president het woord.